De grote lijn van de Bijbel is eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Het komt er grofweg op neer dat God de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Maar hoe vaak heb je niet dat je je Bijbel zit te lezen en bij jezelf denkt van, hé, staat dat er nou echt? Lees ik dat nou goed? Wat zou ermee worden bedoeld? Of hoe vaak heb je niet dat je een boek aan het lezen bent en dat de schrijver iets in een Bijbeltekst heeft gevonden wat je er zelf nooit in zou hebben gevonden en eerlijk gezegd nog steeds niet, maar goed, het klinkt wel mooi. Of hoe vaak heb je niet dat je een preek zit te luisteren en dat je het gevoel bekruipt dat de spreker zich in allerlei bochten wringt om de Bijbeltekst iets te laten zeggen wat er eigenlijk helemaal niet staat. Nou, in dat soort situaties zou het natuurlijk ontzettend handig zijn als je een beknopte uitleg, en als het even kan, Nederlandstalig, hedendaags en vooral bijbelgetrouw, zo in je broekzak zou hebben. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, dat kan dus wel, want wij hebben tegenwoordig als Christengemeente De Rots een abonnement op de studiebijbel. En je kent de studiebijbel misschien wel van die vuistdikke boekwerken waar sommige mensen een meter van op de boekenplank hebben staan met 23.000 bladzijden aan bijbeluitleg. Nou, die is tegenwoordig ook digitaal beschikbaar. En je vindt daar op bijna elk vers van de Bijbel een heldere, een overzichtelijk beknopte uitleg. Je vindt daar achtergrondartikelen, je vindt daar tekstverwijzingen, zodat je de grote lijn van het verhaal gaat zien. Je vindt daar woordstudies, een uitleg van de grondtekst. Dus voor iedereen die wel eens een preek houdt, voor iedereen die wel eens een bijbelstudie leidt, voor iedereen die wel eens stille tijd houdt, voor iedereen die wel eens met het gezin om de eettafel de Bijbel leest, voor iedereen dus, is het echt een super gave tool. Nou, als je daarvan gebruik wil maken en je bent lid of gastlid van onze gemeente, dan kun je even klikken op de link hier onder het filmpje. Dan vind je de registratielink. En dan heb je een registratiecode voor nodig. Die kun je vinden op het prikbord in de Church app. Dan vind je verder hier ook nog twee linkjes onder naar de App Store en naar de Play Store, zodat je het appje kan downloaden op je telefoon. Ik hoop dat er veel mensen zijn die er gebruik van gaan maken en dat je er net zo enthousiast van bent als ik en dat je hier voordeel mee doet.